Op het moment dat Jezus zijn laatste adem uitblaast, begint de aarde te schudden en scheurt open. Zelfs de rotsen breken uiteen. Het gordijn in het heiligste gedeelte van Gods tempel scheurt van boven naar beneden uit elkaar. Voordat Jezus stierf, mochten gewone mensen niet in die heilige plaats dicht bij God komen. Maar het gordijn scheurt in tweeën, zodat je voortaan altijd en overal dicht bij hem mag komen. Je bent niet alleen. De soldaten zien wat er gebeurt en nu lachen ze niet meer. Nu staan ze te trillen van angst. Wat heeft dit allemaal te betekenen? Sommige soldaten denken opeens heel anders over Jezus. De soldaat die de baas was, kijkt op naar Jezus aan het kruis en zegt: "Het is waar! Hij was de Zoon van God!" In de avond komt er een rijke man die Jozef heet met zijn vriend Nicodemus om het lichaam van Jezus van het kruis te halen. Ze wikkelen hem in linnen doeken en leggen hem in een graf. Een enorme steen sluit de opening van het graf af en er kan niemand meer in of uit. De volgende dag is alles rustig. Het is de dag waarop de Joden God aanbidden. Niemand mag die dag naar het graf gaan. Jesus is alive. Op zondag haasten drie vrouwen, die veel van Jezus houden, zich naar het graf. Het is heel vroeg in de morgen en nog schemerig. Ze kunnen niet langer wachten om met kruiden en zalf het lichaam van Jezus te verzorgen. Maar hoe moeten ze die enorme steen verplaatsen? Stel je hun verbazing eens voor wanneer ze ontdekken dat de steen is weggerold van het graf. De vrouwen gaan snel naar binnen, maar Jezus is er niet. Nee, er zitten twee engelen in een stralend licht, met kleren zo wit als sneeuw. "Hij is niet hier, hij is opgestaan," zeggen de engelen. De vrouwen rennen zo hard ze kunnen naar de discipelen om het goede nieuws te gaan vertellen. "Jezus is opgestaan!" "Dat is onmogelijk," denken de discipelen. Petrus en Johannes springen op en rennen naar het graf om het met hun eigen ogen te kunnen zien. Inderdaad, Jezus is opgestaan. Het goede nieuws doet al snel de ronde. Veel mensen hebben Jezus met hun eigen ogen gezien. Hij is werkelijk opgestaan. Thank you.